Uw naam heb ik geboren. Ja hoor, ja. Hè? Ja. Nee, echt maar, ja, ik geloof het wel. Ja, natuurlijk bent u geboren. Ja, dat kennen we wel. Het gaat mij erom, waar bent u geboren? Oh, in de voorkamer. Ja, dat is een heel verhaal. Hè? Ik ben in de voorkamer. Je hebt niet wat zeggen waar je geboren wordt natuurlijk. Ik kwam in het hoogpolige tapijt terecht. Tot zover het ik was niet eens te vinden. Ze hebben nog een expeditie gestuurd om te zoeken. Gaat het allemaal niet door? 3 dagen. Ik ben opgevoed door een wolf. Wat zegt u? Opgevoed door een wolf. Opgevoed door een wolf? Het tapijtwolf. Meneer, nog even geen flauwekul, het gaat mij erom, waar heeft uw wieg gestaan? Oh, die stond in de achterkamer, dat was het probleem. Ik moest dus van de voorkamer naar de achterkamer door een gangetje, tot allemaal fietsen. Gangetje, Zit me dat toch? Ben ik met mijn oor achter een stuur blijven hangen? Ja. Wat een gedoe was dat, hè? Ik heb het stuur nooit meer rechtgekregen. Nou, oké. Okay. Hangertje wel, geloof ik. Afijn, weet ik eigenlijk. Meneer, luistert u nou eens even. Waar was uw moeder op het moment dat u werd geboren? Die lag vlak naast mij, hè? Ja, natuurlijk. Ja, die lag naast u. Ja, want ze lagen nog een beetje eigenaardig bij. Want ik keek achterom. Ik denk, is dat mijn moeder? Maar ja, ik deed misschien personeelsfeestje gehad gisteren. Ach, je weet het niet, hè? Weet je, uit de hand geloof mij. You never know, hè, zeggen de Fransen. Ja, we zullen de plaats maar laten liggen waar die ligt. Tuurlijk, gaan we geboortedatum. Ja, hoe mokkert u aan uw verstand peuteren? En wanneer bent u jarig? Over 2 weken. Ah, en wat voor dag is dat? Dat is mijn verjaardag. Ben jij? Wat schrik ik daar. Wil je dat nou niet meer doen? Zo onverwachts binnenkomen? Het is zo'n schrik-effect, hè. Oh, het is zo'n schrik-effect. Je kan toch een beetje lawaai maken als je binnenkomt. Je kan er iets maken van... He? Dat wij ons langzaam op het ergste kunnen voorbereiden. He? Waarom doe je dat nou? 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 Doe voor jou toch ook altijd alles? Doe ik niet altijd alles voor je? Ik ben maar bezig voor je, hè? Oh, ik ben zo bezig voor je, hè? Doe alles, niets is me te veel, hè? Van de week ga nog speciaal voor jou 2 kilo Noorse garnalen halen. Ik doe het toch maar, hè? Wie doet dit? Hey, mens. En wie ook niet meer overdag voor de raam gaan zitten, hè? Ik kwam me vanmorgen informeren van de hondenbelasting. Ik heb het allemaal goed kunnen praten. Ik heb gezegd dat je alles binnen deed. Wou we niet geloven. Je moet in ieder geval zomers een vlooie Leuk, hè? Zitten te breien. Is net een vent af en toe, ik zie het hoor. Nou ja, gelukkig laat ze de kudde buiten, dus ik ben al blij.
Onderkamp.